tenminste voor mij, maar voor jullie een ongelooflijk goed nieuwjaar. En de beste wensen allemaal. Ik hoop dat jullie een leuke oudjaarsavond hebben gehad en oud en nieuw. Dat iedereen nog heel is, geen vuurwerk ongelukken. Maar voor mij is het nu eerste kerstdag en het is al bijna middag, denk ik. Ik heb vanochtend lekker rustig aangedaan, mijn ontbijtje gemaakt, nog een paar afleveringen van Call the Midwife gekeken. En inmiddels heb ik mezelf in de renovatie gestort. En zal ik jullie eens even laten zien wat mijn kerstlook is van vandaag. Ik hoop dat je het kan zien met het licht daarachter. Maar het is een donkerblauw jurkje met een beetje kanten motiefje. Panty, schoentjes en haar in de krul. En vol in de make-up voor de verandering. Ik heb allerlei make-up gebruikt. Ik ga weer even zo staan, anders zie je me helemaal niet. Uit de kalenders. Dus dit is een advent look, kunnen we wel zeggen. Ik vind hem wel geslaagd. Ik heb nog even de tijd. We hebben om 2 uur bij mijn ouders afgesproken. En dan gaan we er een superleuke dag van maken. Nou, ik ben bij mijn ouders en we hebben het cadeautjes uitgepakt. Dus ik ga even laten zien wat ik heb gekregen. Dan begin ik even met deze. Cameraman, kan je me even helpen? Dank u. Moet je even... Nee, laat mij maar kijken. Even een stukje verder, want dat bedoel ik. Een pyjama van Lady en de Vagebond, volgens mij. Die gaat mee op wintersport. Oh, wacht even. En wat ook mee op wintersport gaat, zijn... Nieuwe skisokken. Ook echt onwijs blij mee. Dan heb ik heerlijk plum rain gekregen van Lush. Ik kan hem even dit schattige peper- en zoutstelletje. En als laatste, dan wil ik de cameraman even terug. Dankjewel, cameraman. Alsjeblieft, cameraman. Kijk nou. Het nieuwe molboekje. Ik heb nog nooit eerder een molboekje gehad. Maar ik ben wel een onwijze molloot. Net zoals mijn zus. En ik ga het eens een keer met het boekje proberen. Kijken of ik het dan wel goed heb komend jaar. Dus ik ben benieuwd. Bent u goed genoeg? En ik ga ook eens even kijken. Hallo allemaal. Kerstvrouwtje. Nieuwe mooie jurk aan. Ja, en grappig. Want mama is er natuurlijk ook. En we zijn allemaal in het blauw. Kijk, daar is papa. Papa ook in het blauw. Alle kerstfeest allemaal. En Roy is ook in het blauw. Echt niet afgesproken. Dat dan weer niet. Oh, het is van de sjaal, die bol. Nou, ik ga even van mijn cadeau. Moeder vindt altijd van die leuke dingen. Kijk, deze servetten. Leuk, hè? Echt heel leuk. Waar heb je die gekocht? Volgens mij... Kruidvat. Heel erg leuk. Echt schattig. Yes. Ik vlog voor Bianca. We gaan vanavond lekker met z'n vijfjes kometten. Kijk. Daar zitten onze aanstaans de vlogster. Onze Laura. En wat zegt Laura altijd? Duimpje omhoog. En abonneer op Marlita Bianca. Goed gedaan, Laura. Kijk. Een heerlijk muziekje. Onze vogel die heb ik even afgedekt, want ik ben bang dat hij strakjes uitgerookt wordt. Dus ik zou niet willen dat hij met opgetrokken pootjes morgen in zijn kooitje ligt. Kijk nou, we zitten er klaar voor hoor. Kijk eens wat mama heeft gemaakt, ik zal even inzoomen. Zandbonbon. Hoe gezellig is dat? Maar we gaan eerst even de crackers uitpakken. Maar dan daar heb ik 2 handen voor nodig. Dus ik laat straks wel even zien wat erin zat. Of gaan jullie hem uitpakken? Gaan jullie maar uitpakken, jongens. Dan doe ik de mijne later. Jongens, in 2. Wacht, wacht. Hey. Nou heb ik het net gemist, want iedereen zat nog inge. 1, 2. 1, 2. Happy Christmas. Ai, 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 ai. En wat hebben we allemaal? Een engeltje. Oh, wat leuk. Kijk eens, ik heb een ster.
Een bakvormpje in. Hoe leuk is dat? Heb jij een briefje moet er ook in zitten? En wat zit er voor briefje in? Ik zal jouw briefje even opeten. Wat eet de sneeuwman op zijn brood? Geen idee. Sneeuwvlokken. En Laura, wat heb jij op je briefje? Welk ijs kan niet smelten? Geen idee. Radijs. Dus. Iets van aard. Mooi. Wat heb jij op je briefje? Waar gaat de sneeuwman dan zitten? Nou? Op een sneeuwbal. Een bal? Oh ja. Wat en papa? Wat heb jij erin? Hoe komt het dat de kerstman nooit vooruit gaat? Kennelijke ding. Nou? Hij roept altijd ho, ho, ho. En mama, wat heb je op je eigen briefje staan? Nou, hetzelfde als jij. Oh echt? Ik heb nog eentje op zijn poot. Ik heb een sneeuwmannetje. Ja, ik vind die bakvormpje zo echt heel leuk. Jij hebt een kerstboom? Dit waren de Christmas crackers van de Albert Heijn. Voor degene die het leuk vinden om te weten. Ja, hij neemt op. Dat is je zeker koud. Die deur moet even dicht. Nou, dit is het toetje. Iedereen zit overheerlijk aan het toetje. Lekker limoncello. Mascarpone. De toetjesvrouw heeft het heel goed voor elkaar gemaakt. En de vlogster zit heerlijk van te eten. Mm, zo lekker. Ja? Er zit een beetje slagroom op je neus. Ha, grappie. Zo, goedemorgen. Dat was super gezellig gisteren. Ja, was echt heel erg leuk. We hebben leuke cadeautjes gedaan voor de loodjes die we getrokken hadden. En mijn broer en mijn schoonzus zijn nog even met de kinderen langs geweest. Nou, daarna heerlijk gourmetten, 's avonds een spelletje gedaan. Was de batterij leeg, maar gelukkig heb ik nieuwe, dus kon ik er gelijk een nieuwe in doen. Spelletjes gedaan, lekker. Nou, was gewoon echt gezellig. En inmiddels, wacht, ik ga even omdraaien hoor. Kunnen jullie het ook even zien? Is er hier een kleine volksverhuizing gaande geweest? Want vandaag, kijk, hier staat normaal mijn tafel en die staat nu daar. En dit is een tafel van mijn ouders. Want vandaag krijg ik het druk. Een huis vol visite, heel gezellig. Het is nu 11:55. Om 1:00 ongeveer komen ze. Hebben we hier ook gezelligs onder de boom. En lekker koffie met taart. En dan gaan we spelletjes doen vanmiddag. En lekker kaas fonduen. Dus ik heb er heel erg veel zin in. Het is tevens de laatste dag van mijn vakantie. Daar heb ik minder zin in. Maar goed, ik kan niet alles hebben. Ik moet morgen en overmorgen gewoon werken. Dan heb ik wel, het is maar 2 dagen, dan heb ik alweer weekend. En dan pas hoef ik ook weer donderdag te werken. Want maandag ben ik ook nog vrij. Dus het is allemaal niet zo heel erg. Maar morgenochtend zal het wel eventjes lastig zijn om op te staan. Maar goed. Nou, ik ga hier nog even verder de boel in orde maken. En dan tune ik wel weer in als iedereen er is. Google Home zorgt zelfs voor een haardvuurtje als je dat niet zelf hebt. Hoe gezellig is dat? Herenbrug naar de overkant. Ga naar nummer 52. Zo, dat is lekker. Dat heet hakt erin. Zonder moeilijke vraag. De dames. Zijn wij? Ja. Oké. 1. Nummer 1. Groen! Oh, wij gaan 1. Nee, bezoek. Twee. Ja, je mag gooien. Nou, we zitten te trivianten en we staan er aan kop. Joe! En vergeet niet, ze goed afgetraind, hè? Maar je moet gooien. Ik ben een team met Marijke
En wij zijn nu aan de beurt. Dus Marijk, doe even gooien. Alsjeblieft. Nummer 2. Jullie zijn roze, je kan naar een blauw. Nee, die hebben we al. We moeten naar richting bruin, moeten we. Ja. Roze? Ja. Nee, oranje. Oranje. Oranje, oranje, ja. Kleuren ben ik van het worden. Waarom kun je niet instappen in een trein waarop Flashman of Marklin staat? Jonge. Wat een vraag. Ik kom heel even bij jullie terug. Misschien nog een andere. Zo, goedenavond. Het is hier nu tweede kerstdag, maar als jullie het zien is het al nieuwjaar. Toch, Bianca? Nou, ik krijg geen antwoord, maar in ieder geval, ik wens jullie een gezond en liefdevol 2019. En voor ons kon het niet stuk, want Roy en ik gaan in 2019 trouwen. Nou ja, hij doet een beetje gek, maar ja, maakt niet uit. Inmiddels gaan wij kaas ontduwen. Ze zijn al volop bezig in de keuken. En ik ga even jullie laten zien wat ze aan het doen zijn. Hi. Zo, lukt het hier allemaal? Ja, zeker. Mijn zus is al brood aan het snijden, zie ik. Ja, ik mag helpen, hè? Ja. De echte kok is daar bezig. Ja, dat valt wel mee hoor, ik roer alleen maar. Het is net Nesquik. Even roeren en klaar is klaar, hè. Nou, in ieder geval, het ziet er wel goed uit. Zo, de rust is weer wedergekeerd, jongens. Ik heb een onwijs leuke dag gehad. Het was echt heel gezellig. Nu ben ik hier nog even een klein stukje van Call the Midwife aan het kijken. En dan ga ik zo lekker naar bed, want morgen is het weer aan die arbeid. En dan heb ik vanaf morgen even twee vlogdagjes vrij. En dan ga ik, of in ieder geval vrijdagmiddag ga ik weer beginnen met de weekendvlog. Tot en met zondag. En er komt een onwijs leuk weekend aan. Zondag ga ik weer lekker met Suus op stap. En zaterdag ga ik naar vrienden in Amersfoort. Dus dat wordt heel gezellig. En ik hoop dat jullie deze kerstspecial leuk vonden. Zo ja, doe een duimpje omhoog. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer.